Dat mooie lenteweer van woensdag moest alweer heel snel plaatsmaken voor meer bewolking. En we zien hier op de foto ook dat de windmolens op volle toeren ronddraaiden. En in combinatie met die bewolking zorgde dat toch wel een beetje voor een kil en koud weerbeeld. Dus opnieuw bleven op veel plaatsen de terrassen leeg. En moeten we echt nog even weer geduld hebben totdat het mooie lenteweer weer terug gaat keren. Als we even van bovenaf gaan kijken, het satellietbeeld aan het begin van de middag, dan zien we ook dat we in Nederland echt wel een beetje pech hadden. Want vanuit Duitsland schoof een groot gebied met bewolking over ons land. We zien ook mooi die krul erin zitten. Maar als we dan even naar de landen om ons heen kijken, het zuiden van Scandinavië, grote delen van Denemarken, ook de Britse eilanden en in het westen en zuiden van Frankrijk, daar was het gewoon zon overgoten. En wij hadden dus met die bewolking te maken en die blijft ook de komende uren nog wel bepalend voor ons weerbeeld. Daarbij gaat het niet alleen om bewolking, want we krijgen ook nog eens met neerslag te maken. Vanavond vooral nog in het noorden van het land, maar we moeten vooral even letten op die neerslagzone die vanuit het zuiden over ons land gaat trekken. Blijft morgen overdag boven het midden van het land slepen. En in de avond activeert dat neerslaggebied, wordt wat meer convectief van karakter, dus de neerslag wordt meer als een soort losse buien in plaats van een langere periode met regen. En dat zorgt er ook voor dat we morgen regionaal behoorlijk wat regenwater kunnen verwachten. Als we dan even die neerslagtotalen erbij gaan pakken, dan zien we ook heel mooi terugkomen hoe die neerslagzone het zuiden van het land binnentrekt. Boven het midden van het land blijft slepen en vervolgens convectief wordt naar het noorden trekt. En dat kan plaatselijk wel voor 20 mm regen gaan zorgen. En vooral als laat op de dag in het noorden van het land die buien gaan vallen, dan kan het lokaal wel stevig plensen. En sluit ik niet uit dat er op meer plaatsen wel net iets meer regen kan vallen. En bij die buien ook kans op onweer en zware windstoten. Dus het zwaartepunt daarvan ligt vooral in de avond en vooral in het midden van het land. Overdag dus geruime tijd regen. Nou, vanavond gaat dat geleidelijk al beginnen. Eerst in het noorden van het land nog wat regen. In het midden is totdat de zon ondergaat nog wel ruimte voor opklaringen. En in het zuiden begint de bewolking dan alweer toe te nemen. Ook vanavond nog veel wind uit oostelijke richting, matig boven land en vrij krachtig aan zee. Nou, tijdens de nacht naar vrijdag gaat vanuit het zuiden de bewolking verder toenemen en gaat het in het zuiden van het land ook regenen. Temperatuur ligt niet echt heel laag door die bewolking. Minimumwaarde zo tussen 6 en 9 graden. De wind gaat tijdelijk ook wat liggen. Nou, morgen hebben we dan een gigantisch contrast wat weerbeeld en temperatuur betreft in ons land. Vooral in het midden dus veel bewolking en perioden met regen. En tijdens die regen is het ook weer behoorlijk kil met maximaal 13 graden. Terwijl in de gebieden daaromheen, in het noorden van het land en ook in het zuiden, daar is het dan alweer gestopt met regenen. En kan de temperatuur met het zonnetje erbij behoorlijk oplopen. We zien hier zelfs 19, 16 graden staan. Nou, dat is toch behoorlijk verschil met die 13 graden in die regengebieden. En vooral in de avond in het noorden dus kans op onweer en zware windstoten. En dat alles met een oostenwind. Nou, als we dan nog even wat verder vooruit gaan kijken, zien we een heel klein temperatuurpiekje op vrijdag en zaterdag. Dan kan regionaal misschien net 20 graden gehaald worden. Maar als we dan wat verder vooruit gaan kijken, dan gaat de wind naar het noorden draaien. En dat zorgt ervoor dat aan het begin van de nieuwe week we toch weer met een dipje van de temperatuur te maken gaan krijgen.